We hebben afgesproken met onderwijsgroep Tilburg in Tilburg, in het ROC, in een straaljager. Nou, dat is niet helemaal waar. Hij stond er toevallig. Ik kon het even niet laten, dat was het eigenlijk. Goed, waar is die? De gesprekspartner. Onderwijsgroep Tilburg verzorgt middelbaar beroepsonderwijs en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor ruim 13.000 jonge mensen. En daarnaast bieden ze volwassen onderwijs en een uitgebreid cursusaanbod. Nu heb je ons hier uitgenodigd. Dit is verleiding, hè, toch? Dit is pure verleiding. Ja. Hier staat alles wat Vliegend Nederland zou kunnen bieden, zeg maar, aan techniek. En toen was er AVAS. Wanneer was dat? Dat was in 2012. Okay. En waarom? Nou, we hadden een vraag voor AVAS. Okay. En help ons bij het digitaliseren van onze workflows. Het was zover, maar dan moet het nog de school in. Hè? Dan heb je nog wel draagkracht nodig. Ja, nou, draagvlak hebben we in het hele traject georganiseerd. Ja. Door schooldirecteuren die ook gebruikers zijn van het systeem te betrekken. En vooral aan het woord laten hoe zij het gebruik zagen. Ja, automatisering leidt tot goede workflows en tevredenheid. En waartoe leidt het nog meer? Het leidt tot goed onderwijs. Ik zal uitleggen waarom. Docenten die zijn er voor het onderwijs, die zijn er voor de student. En die willen niet te veel lasten vallen met rompslomp en gedoe. Als je de oude fysieke werkelijkheid bekijkt, moet je je voorstellen 7 locaties waar alle gebruikers zitten in de stad. De rust is gewoon dat er gewoon geen verplaatsingen meer van papier zijn. En eigenlijk een van de belangrijkste modules die we nu toepassen is toch wel de werving- en selectiemodule. Sollicitanten die op een gegeven moment aangesteld gaan worden, zelf hun documenten en dergelijke uploaden. Ja. Ook inschrijvingen doen, gegevens verstrekken. Dat is mooi. Dat is heel mooi, ja. Want dat geeft in ieder geval een warm welkom. Ja. Ja. Want waarom gaan jullie hem ook alweer winnen? Waarom wij hem gaan winnen? Ja. Ik denk dat wij in AVAS een fantastische partner hebben gevonden. Ja. Die al heel vroeg stadium met ons om tafel is gaan zitten om te kijken wat wij willen. Welke functionaliteiten daarbij passen en hoe we dat moeten implementeren. Ga je hier wel eens stiekem naar aflopen als het helemaal leeg is naartoe, naar het lokaal? Ik kom hier graag met gasten. In je eentje, gewoon een beetje. Ja, dit is een jongensdroom, dat klopt. Dat klopt, ja. Ja. Het was een warm welkom, hè? Stickertje, klaar, stemmen.